Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Sta je vandaag naast? Gino van Stenis. Gino van Stenis. Gino, hoe is het met je om te beginnen? Ja, goed. Alles gaat goed. Dus ik voel me lekker, dus alles gaat goed, ja. Mooi, ja, want je bent natuurlijk nu al een tijdje bezig met je trainingskamp, neem ik aan. En die doe je samen met je broer, want je broer die gaat natuurlijk ook binnenkort vechten. Hoe is dat om samen met je broer een trainingskamp in te gaan? Klopt, klopt. Hij moet natuurlijk 3 maanden later om mij vechten. Maar we zijn sowieso, als hij geen wedstrijd hebt, helpt hij me altijd met het trainingskamp. Zijn we altijd aan het trainen. Gaat hij met mij naar de training mee, helpt hij mee. Dus eigenlijk, nu heeft hij ook een wedstrijd, dus dat is helemaal perfect. En nu kunnen we samen gewoon keihard gaan. Want we hebben natuurlijk straks, zometeen ga je natuurlijk een beetje laten zien wat je alvast kan. Heb je al iets waarvan wij iets kunnen verwachten? Jullie kunnen van alles verwachten. Ik kan van alles doen, dus het is een surprise. Oké. Heb je nog een speciale gameplan die je hebt voor de wedstrijd, waar je misschien iets over kan vertellen? In principe heb ik mijn gameplan is gewoon bijna altijd hetzelfde. Mijn gameplan is een tegenstander finishen. Als het staand is, dan staand. Als hij naar de grond wil, ga ik in de grond finishen. Dus in principe is dat mijn gameplan. Gewoon finishen, staand of front. Dus eigenlijk als jij een gevecht ingaat, dan is bijna altijd jouw trainingsschema een beetje hetzelfde eigenlijk? Op zich wel, ja. Ik moet natuurlijk gewoon overal staand en grond en worsten scherp zijn. Dus ik train alle drie gewoon evenveel. Dus als ik staand blijf, dan moet ik wel voorbereid om staand te blijven. Als ik ga worstelen, dan worstelen aan het grond te grond. Dus eigenlijk mijn trainingskamp is gewoon alles. Dus misschien wil ik wel, kijk, als het mijn tegenstander grondjongetje is, ga ik wel een beetje meer worstelen. Maar in principe moet ik gewoon alles scherp zijn en daar ben ik ook. Ja, dus heb je jezelf al een beetje verdiept in je tegenstander? Heb je al een beetje gekeken naar wat hij allemaal kan? Wil jij er nou net zo goed uitzien als dat ik eruit zie, want ik zie eruit als een sexy boy, dan moet je natuurlijk even gaan richting de website van www.jamstalk.nl/winkel. Hou je merchandise, patches, shirtjes, we hebben alles in bedrijf. Ga checken. Ja, zeker. Zeker. Kijk, ik moest, kijk, het is iets raars, want eigenlijk moest ik tegen Kata heet dit, Aquaman of zoiets. Ja, klopt. Maar ze zijn me nu een andere tegenstander aan het zoeken. Want hij heeft me net afgezegd. En geen reason waarom hij afgezegd. Hij is niet geblesseerd. Hij is niet ziek of zo. Hij is gewoon... Hij durft gewoon niet. Hij durft gewoon niet. Eigenlijk echt kut. Want zijn al 2 maanden was de wedstrijd al vast. 2 maanden zijn we hard aan het trainen. En dan 2 weken voor de wedstrijd gaat hij afzeggen. Dat is gewoon een pussy move. Dus, ja. Maar wat denk jij dat de reden is? Denk je echt dat het is misschien dat hij zich toch niet goed had voorbereid? Ja, 100%. Hij is gewoon, kijk, twee weken voor de wedstrijd krijg je spanning natuurlijk binnen. En hij is gewoon bang geworden. Dat is 100%. Want ja, wat was een smoesje? Het was niet omdat hij geblesseerd was. Niet omdat hij ziek was. Het was gewoon een echt stomme smoesje zodat hij niet wou komen. Maar hij had gewoon geen goede reden eigenlijk ervoor. Nee. Nou ja, hij is gewoon bang. Ja, nou, nu is het LFL natuurlijk voor jou. Daar vecht je natuurlijk nu vol trots in. Gaan we binnenkort misschien iets kunnen verwachten van andere organisaties? Dat kan zeker, ja. Ja. Ik kan geen datum zeggen. Ik kan niet zeggen wanneer, hoe of wat. Maar zeker, we zijn daar mee bezig. Nu is het een LFL. Er zijn gesprekken gaande dus al. Ja, zeker. Ja, okay. Dat zeker. De LFL is nu een toporganisatie. Dus ik ben wel heel blij om hier te vechten. Maar... wie weet, misschien binnenkort wel grote leaks even pakken. Maar je kan er nog niks over gaan zeggen dus? Nee, ik weet ook niet zoveel nog. Okay. Maar ik kan wel zeggen dat er wel aan gewerkt wordt. Voornamelijk het team achter de scherm die er nog mee bezig is. Zeker. Is goed. Nou, ik heb in ieder geval heel veel zin om straks te zien wat jij allemaal in petto hebt, man. Yes, ik ook. Ik ga een show maken, maakt niet uit wie de tegenstander is. Kom maar, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor alles. Ja, top, super, dankjewel man. Top. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.